Heb je tijdens de laatste reis naar Amerika, toen vloog je natuurlijk wel eerste klas. Al jaren, ja sorry, dit klinkt ook allemaal enorm elitair en arrogant. Ja, dat voor de linkse communist. Voor de linkse Stalinist is dit wel helemaal heel erg. Ik vlieg nu al jaren alleen eerste klas. Ik vlieg absoluut niet als ik geen eerste klas kan vliegen. Ik vind vliegen sowieso kloten, maar in economy class is het gewoon niet te doen naar mijn idee. Nee, begrijp ik wel, met die stoeltjes. Ach joh, dat is toch verschrikkelijk. Ik heb met zo'n klote vlucht uit Italië, dat was niet goed. Vorig jaar was dat? Ja. Ja. Ita heette dat, geloof ik. Daar kon je helemaal niet zitten, joh. Ik moest mijn benen zo doen. Ja. Niemand kan het zien wat ik doe, maar goed. Ja, Tom wel natuurlijk. Die moet er ook om lachen. Het was verschrikkelijk. Helemaal gewoon uit elkaar, zeg maar. Ja. Ja, je kon niet zo. Dit kon niet. Nee. Nee, ik vond het echt verschrikkelijk dat dat ook mag. Dat dat ergonomisch toegestaan is. Dat er niet ergens een of andere eurocommissie is die zegt dat je behoorlijke beenruimte moet verschaffen. En als je tegen dat geld dus niet kunt renderen, dan ga je maar failliet. Dan geloof ik dat ITA al het restant was van al Italia, die al 27 keer failliet gegaan is, als ik het wel heb. Ja. Oké, dus dat. Maar dat is over de genderneutrale toiletten die je op steeds meer plekken ziet. Ja, nogmaals, trek je er niks van aan. Nee. Ik heb er nooit iets van aangetrokken. In het Tweede Kamergebouw, daar was je ook laatst. Daar hebben ze het ook nu. En daar zie je dus allemaal mensen zoeken. De heren zie je zoeken naar het herentoilet. Want het symbooltje is ook zeg maar een mannetje en een vrouwtje symbooltje gecombineerd. Nou ja, het was weer de bekende poppenkast. Alsof je een schietgevaarlijk individu bent. Ja. En dan hebben we allemaal geleerd om te zeggen, oh, neem ons niet kwalijk. Het moet nu eenmaal heel vervelend. En maar feit is dat je gewoon gecheckt wordt op dezelfde manier als wanneer je gaat vliegen. Ja, je bedoelt als je de Tweede Kamer binnen wil, ja. Hè? Ja. Dus dat je door zo'n sluisje moet en dat je, ja. Dat je al die spullen moet in een bakje worden gegooid en door de machine getrokken. En, ja. Ik moest mijn schoenen ook uitdoen. Ja, wat zou ik ervan zeggen? Ik ben in de vorige Tweede Kamer vaak geweest. Je liep gewoon naar binnen. Ja. Helemaal geen probleem. Precies, ze zitten nu naast die Mali-toren, hè, van waar VNO-NCW ook zit en MKB. Ik moet even de dingen. Onmiddellijk denken, zegt hij. Oh ja, ik moet even zo uitdoen. Even kijken, doe het zo. Heb je dan nog een jerrycan om in noodgevallen? Zet de motor even uit.